Birger Verstraeten loopt weer goed gemutst rond. Het is ooit anders geweest. In het begin van het seizoen kwam hij niet aan spelen toe en dat was eraan te zien. Ja, ik ben iemand dat niet, als ik niet speel of ik voel me niet goed in mijn veld, dat ik dat moeilijk kan wegsteken, dat hij dat wel ziet aan me. Ik denk dat ik dat duidelijk van mijn gezicht kan aflezen. Dus ik liep aan mijn tand, ik wou spelen en ik wou zoveel mogelijk op het veld staan. En als je dat voelt dat dat niet is, dan was dat misschien op dat moment wel wat moeilijker voor mij. Het seizoen is ook niet ideaal begonnen, vooral ook op een moeilijke positie op die rechterkant. We komen van onderaan het klassement en nu staan we bovenaan het klassement. Ik denk dat het contrast enorm is. Momenteel loopt het goed en we hopen dat die vorm nog lang blijft. Dat we nog veel punten pakken in play-off 1 en dat we zo goed mogelijk eindigen. Verstraeten bleef altijd wel in zichzelf geloven. En toen hij eindelijk speelminuten kreeg, greep hij zijn kans. De wedstrijd thuis tegen Kortrijk en op Standaard speel ik 2 goede wedstrijden. Want dan op Anderlecht zit ik wel terug op de bank. Dus dan kun je nog niet echt spreken van dat het volledig veranderd is. Het is goed, jongen. Dan zijn we volledig, dan kun je zeggen dat het volledig veranderd is. Maar na een nieuwjaar denk ik dat ik geen enkele minuut gemist heb. Of het gaat eens zien, denk ik, tegen Brugge die laatste 2 minuten dat ik vervangen werd. Dus dat is positief voor mij, maar ik ben absoluut niet, ik wil niet in dat hier houdt. Ik wil mijn Gent zo hoog mogelijk eind dit jaar en nog zoveel mogelijk matchen winnen. Onder Yves van der Hagen pakte Gent al 50 punten. Het is dus niet enkel Verstraeten, maar de hele ploeg die herleeft. Ja, je voelt ook in de groep dat het vertrouwen groeit en groeit en groeit. En dat het ook normaal is. Ik denk dat we superveel punten gepakt hebben sinds dat Yves is toegekomen. Dus je voelt ook dat de groep dat geloof in eigen kunnen en dat we eigenlijk van geen enkele ploeg moeten echt schrikken om tegen te spelen. Dat we zelf enorm veel kwaliteiten hebben. En het is een mature groep en we weten perfect hoe we aan elkaar rennen. En dat is positief. Hij is een coach die probeert te helpen op de nuttige momenten, maar je niet overvolsteekt met overbodige informatie. En dat is wel belangrijk in de groep nu. De spelers dat die moet vrijlaten, laat die in een vrije rol die creatief zijn. Ja, je moet erop hameren dat ze wel hun verdedigende taak wat meer doen. Het is vooral daarop dat je op andere voetbal die jongens kunnen genoeg voetbal, maar het is meer taakbewust en plichtbewust dat de coach de richtlijn mee heeft. Gent is opgeklommen van de voorlaatste naar de tweede plaats. Aan de titel willen ze niet denken. Ze houden alle druk zo ver mogelijk weg. Niks moeiter. Ik kom vanaf dat ik op veld van bevrijd, zonder stress, zonder druk. Gewoon zo goed mogelijk proberen te presteren en alles geven. En proberen op het einde van de match die 3 punten mee te pakken en een goede prestatie af te leveren. En ik denk dat er niemand nu hier binnen het complex gaat zeggen van Gent doe mee voor de titel. Wij doen mee om de tweede plaats vast te houden en Europese zekerheid en voor om de Champions League te spelen. Dus ik denk dat je makkelijk begint te spreken van we doen nog mee met de titel wanneer de kloof met Brugge nog veel kleiner is en wanneer wij blijven winnen. Dus wij zijn niet bezig nu op dit moment om te zeggen van we gaan voor de titel. En dan is er natuurlijk ook nog zijn speciale band met ploegmaat Brecht de Jager. Een netter. Het is een netter binnen de groep. Nee. Wat is de positieve kant dan? Nee. Geen positieve. Alles negatief. Oh nee, maar Brecht is de eerste dat ik hier toekom is een West-Vlaming natuurlijk. Als je er toekomt is iemand die probeert wel je direct op je gemak te voelen. En we carpoolen ook samen, is ondertussen nu al een kwartier aan het zagen dat ik te laat ga zien waarschijnlijk om naar huis te rijden. Maar het is een toffe gast en hij kan ook nog een keer goed voetballen, dus dat is ook wel belangrijk. Dus. We zitten dagelijks samen in de auto en West-Vlaming onder elkaar, dus dat is ook wel leuk om op het veld te communiceren in het West-Vlaams dat moet. Of je verstaat elkaar sneller en je weet perfect wat je van elkaar nodig hebt. En inderdaad, je voelt wel na een overwinning dat we elkaar wel opzoeken na de match om wat te zeveren of wat te doen. Omdat we gewoon oprecht content zijn met de overwinning die we behaald hebben.